hoop kinderen zitten op zwemles, maar niet allemaal. En voor een deel is dat ook ongewenst, want die staan wel op een wachtlijst. Hoe zit dat? Nou, door corona hebben we de zwembaden moeten sluiten een aantal maanden. En in die zwembaden worden zwemles gegeven. Een derde van die zwemlessen worden gegeven door de gemeente. Twee derde door de vereniging, de grootste zwemvereniging van Leiden hier. Die doen twee derde van het zwemaanbod, hè? Dus ABC zwemmen. Ja. Op het moment dat de zwembaden weer open konden, hebben we direct weer het stokje opgepakt. Zijn we weer verder gegaan, want we willen graag dat alle kinderen leren zwemmen. Maar daar is natuurlijk wel een achterstand ontstaan. En normaliter is er een wachtlijst, dat is ook logisch. Hè? Wij vragen ouders om kinderen vanaf hun vierde en, in ieder geval, en nu zelfs vanaf hun derde in te schrijven. Omdat je dan ook weet dat er ook uiteindelijk plek is voor je kind op het moment dat ze ook zwemles mogen krijgen. Hè? Dat wordt nu 4-5 jaar wordt geadviseerd om dat te gaan doen. Er is nu een achterstand ontstaan. Wij geven zwemles in cyclussen van 12 weken. En dat gaat eigenlijk het hele jaar door, behalve in de zomervakantie en tijdens de kerstmis. En in 3 tot 4 van die cycli haal je dan je A- en je B-diploma. We starten in september weer met de volgende cyclus. En we hebben nu we gaan een extra groepen inplannen om te zorgen dat ook meer kinderen kunnen starten. De raad vroeg nu, kan dat niet eerder? Kan je niet van de zomer al starten? Nou, dat betekent dat wij... Je kunt de achterstand inhalen eigenlijk. Nou ja, dat hou je maar beperkt in. Hè? Want ik zei net al, je haalt in 3 tot 4 cycli haal je je A-diploma. Of je daar nou 5-6 weken eerder mee begint. Ja, dan zul je dus fors kosten moeten maken. Want onze badmeesters en onze zweminstructeurs, die hebben natuurlijk ook recht op vakantie. Dus ja, als je een zomerprogramma zou willen inrichten, ja, dan kost dat gewoon een x-bedrag. Ja, want dan moet je extra mensen in gaan huren. Ja, die mensen die zijn er nu niet. Die zijn er straks weer wel. Hè, want we gaan altijd ook op enig moment weer het buitenbad dicht doen. Dan ontstaat er weer ook capaciteit voor de binnenbaden, voor de zwemlessen. Daarnaast hebben we die 2/3 van die zwemlessen worden gegeven door de LZ 1886 mensen. Hè, dus de van de zwemvereniging. Daar is plek. En zeker op de meer incourante uren. Dus ik zou ouders echt oproepen. Kijk of het lukt om niet alleen maar op die woensdagmiddag of die zaterdag die zwemles te plannen. Want dan is het gewoon heel druk en wil iedereen. Maar als je het dus eerder wil, dan zijn er gewoon mogelijkheden op andere dagen van de week. Dus op die manier en dus door een goede samenwerking met LZ 1886. Door in extra zweminstructeurs in te zetten vanaf september. En daarmee extra groepen te kunnen laten doen. En ook door mensen eventueel door te verwijzen naar de regio waar minder... Waar wel plek is. Op die manier kunnen we voorkomen dat kinderen al te lang moeten wachten op hun zwemles. En als ze dan kunnen zwemmen, dan willen ze natuurlijk een abonnement. Die zijn fors duurder geworden, hè, de afgelopen jaren. Nou, de abonnementen zijn dit jaar met 30% verhoogd qua prijs. Maar de afgelopen jaren ook al met 67%? Nou, er werd vandaag iets genoemd door het CDA. Zijn nogal percentages. Ik weet niet hoe dat zich verhoudt tot andere zwembaden. Wat ik wel weet, is dat zwemmen in 2021 in Leiden gemiddeld tot goedkoop is ten opzichte van de zwembaden om ons heen. En dat blijkt ook wel, want ik heb begrepen van onze manager team sportaccommodatie dat we nog nooit zoveel zwemabonnementen hebben verkocht in de afgelopen 6 weken als dat we dit jaar hebben gedaan. Dus er is gewoon heel veel behoefte aan. Mensen kopen nog steeds dat abonnement en ze betalen dit jaar 30% meer. Maar ze krijgen ook meer tijd om te zwemmen. Want we hebben, dankzij de samenwerking met de vrienden van de Vliet, hebben we de mogelijkheid om de hele maand september met je abonnement nog gebruik te kunnen maken van het zwembad. En dat is gewoon 25% meer dagen dat je kunt zwemmen in het buitenbad. En dat kost dus ook iets meer. En ook nog in een gerenoveerd bad. En dan is het bad ook nog mooi gerenoveerd en rolstoelvriendelijk gemaakt. En super populair op het moment, want het is er elke dag hartstikke druk, heb ik gezien.